ben ik weer met ook deze week weer een lekker recept voor jullie. Wat we deze week gaan maken is een dipsaus. Een gezondere dipsaus. Muhara. Hij komt uit de kanten van Marokko als ik het goed heb. En is heel lekker om te serveren op een stukje komkommer als je het echt koolhydratenarm wil houden. Maar ook lekker met een stukje vlees, een stukje vis, een stukje kip of gewoon op een toastje. De ingrediënten, daar gaan we mee beginnen. 200 gram walnoten. Ik heb iets minder, omdat ik de enige ben wat deze thuis eet in verband met een notenallergie bij een aantal personen. Dus 200 gram walnoten hebben jullie nodig. 2 rode paprika's. Ik heb deze gekocht in een pot, gegrilde rode paprika. Natuurlijk kun je ze ook zelf grillen. Dat doe je of in de oven, totdat het velletje zwart is en je het eraf kunt halen. Of je legt hem op een gasfornuis. Wil je het jezelf makkelijk maken, koop dan gewoon van die kant-en-klare potten. Dan hebben we nodig olie. Ik werk heel graag met de rijstolie, paprikapoeder, peperzout, een beetje honing om het wat aan te zoeten. En wat sap van een citroen om net even het zuurtje weer omhoog te halen. Mocht die wat te vochtig zijn, dan kun je ook altijd wat panko, dit is Japans broodkruim, of paneermeel of wat broodkruim eraan toevoegen. Maar dat is net wat je zelf lekker vindt. Ik werk zelf met deze keukenmachine, wat een iets grotere hoeveelheid is. Maar heb je nou zelf thuis een staafmixer met deze, dan kan het ook. Dus koop niet speciaal daarvoor een andere keukenmachine. Nou, we gaan starten. We malen eerst de noten. Uiteraard zijn dit ongezouten noten. Dit is gewoon de walnoot. En deze gaan we even crushen. Ik ga het even lawaai maken. Zo. Als we dat gedaan hebben, voegen we de paprika toe. Wat ook lekker is in dit recept, is om eventueel het vocht uit de pot toe te voegen aan het geheel. Dat is voor mij iets te veel aangezien ik maar 100 gram noot heb. Ik doe gewoon 2 hele rode paprika's. Zo, die gaan erbij. Ik doe ook een beetje olie toevoegen zodat het een lekkere mengsel wordt. De paprikapoeder die gaat erbij. Niet te veel, want dan wordt het te bitter. Om het aan te zoeten, ongeveer voor jullie 1 eetlepel honing. Zo. En het sap van de citroen. Nou, daar heb ik nog een leuk trucje voor. Natuurlijk kun je de citroen uitpersen via de citroenperser. Ik ben nogal lui. Ik vind dat eigenlijk altijd te veel afwas. Dus wat ik doe, is eigenlijk mijn mes er zo inzetten. En dan ga ik duwen. Door het mes erin te zetten, voorkom ik dus dat het gaat spetteren. Ik kan het natuurlijk ook via mijn hand doen, maar dan lopen de spetters aan alle kanten eruit. Zo. Dit vind ik even voldoende. Nogmaals, je kunt het zo zoet of zo zuur maken als wat je zelf wil. Op dit gaan we weer even crushen. Kijk, dat begint er ergens op te lijken. Bij mij ziet het er zo uit. Ik vind het niet rood genoeg, dus ik ga toch nog een beetje iets van paprika toevoegen. Zo. Dat voeg ik erbij. En nog een klein beetje olie erbij. En ik voeg toch ook een beetje paprika toe. Deze dressing is, als je ervoor zorgt, totaal in het bakje bovenop, want olie blijft staan ongeveer een week tot 10 dagen houdbaar in de koelkast. Hij is ook ideaal om in te vriezen. Zo, kijk eens aan. Nou, deze gaan we overbrengen in de schaal. Zo. Deze aan de kant. Even de lepel hieruit. Zo. En je ziet, het is eigenlijk een dikke dipsaus is het geworden. En nogmaals, heel lekker om toe te voegen aan je gerecht. Nou, waar kun je nog meer op eten? Ik heb dit al even voor jullie klaargezet. Even proeven.
Ik pak nog even wat citroen extra. Maar dat is heel persoonlijk. Ik hou van iets pittiger en zuur dan je rechten. Natuurlijk vind ik het ook leuk om hier waar ik het kruiden aan toe te voegen. Maar ik laat het eerst eventjes op smaak komen. Dus daar sta ik in de koeling. En dan ga ik ook weer proeven. Want die smaken die gaan natuurlijk ook met elkaar vermengen. Ik heb een beetje peper toe. Zoetje zout. Vind je het niet lekker om de structuur van de noten nog te proeven? Hier zit er best wel veel structuur in. Moet je hem later, langer laten draaien in de keukenmachine. Nou, wat je dan kunt doen, is het lekker op een stukje pompoen doen. Of op een kekkertje. Al dan niet afgemaakt met wat verse kruiden. Of je legt er nog een stukje. Zo. Op deze manier kun je een hele lekkere dip maken voor op een stukje groente, voor op een toast, een gebakken eitje, een stukje kip, vleesjes, noem maar op. Deze dressing, of deze dip eigenlijk, deze dipsaus is net wat gezonder dan de dipsausen met mayonaise gemaakt. Ik hoop jullie weer geïnspireerd te hebben met dit recept. Andere recept wat in de nieuwsbrief ook staat is quinoa met garnalen. Die ik hoop ook dat jullie weer deze gaan maken en ik daar ook weer mailtjes over ga ontvangen. Wederom bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot volgende week.